Justitieminister Kenneth Amoksi wil niet in de media reageren op de kwestie van de Surinaamse politiebond. Voorzitter Milando Atompay uitte gisteren via onze redactie zijn misnoegen over de kwestie waarbij de bond zijn leden heeft teruggeroepen voor deelname aan operatie Veilig Suriname. Naar zeggen van Atompay houdt de minister zich niet aan afspraken. Vandaag, voor aanvang van de ministerraad, zei Amoksi dat de zaak op een gepaste wijze zal worden aangepakt. De korpsleiding is er. Werkroosters worden niet besproken op het niveau van de ministers. Dus daarmee zal de korpsleiding wel dealen. Als bijvoorbeeld een bond in beraad is, als een bond staakt, dan moeten die actieparolen duidelijk worden aangegeven. En op grond daarvan kunnen we dan maatregelen treffen. Amoksi zegt verder dat de kwestie later op de dag zou worden besproken tijdens de regeringsraad. De minister stelt dat de politie wordt voorbereid op het voorkomen van herhaling van enorme druktes in het verkeer rond de komende feestdagen. Hij zegt dat het niet meer mag gebeuren dat de verkeerssituatie zodanig onder druk komt dat mensen worden verhinderd in het doen van hun inkopen voor eind van het jaar. Dus er zijn sowieso procedures. Er zijn sowieso procedures in place altijd. Is uw voertuig niet verzekerd? Is het niet gekeurd? Er komt een onderzoek. Er loopt al een onderzoek. Aan de hand van de onderzoeksresultaten zullen er maatregelen worden getroffen. Met betrekking tot de verzekering, met betrekking tot de technische staat van de voertuigen. Dus al die maatregelen zullen worden getroffen. De minister betreurt dat er gisteren weer een verkeersongeval heeft plaatsgevonden met dodelijk afloop. Er zal later ook een besluit worden genomen ten aanzien van het zwaar transport over de Weidenbosbrug na het desastreus ongeval waarbij zeker 14 auto's waren bij betrokken.